What is up mensen en welkom bij deze brand new YouTube video. En vandaag ga ik het hebben over een lesje die ik wel geleerd heb. En laten we direct induiken op deze video. Ik ga deze video raw maken. Helemaal geen edits, helemaal geen andere dingen. Omdat ik je gewoon straight to the point dingen wil gaan zeggen. Die wellicht jou kunnen gaan helpen in jouw journey om je agency te groeien. En eventueel te starten en waar je eventueel dingen van kan gaan leren. Omtrent wat ik geleerd heb van mijn recente trip die ik heb gemaakt. Dus laten we even bij het begin beginnen. En even laten weten van, ik heb op dit moment een vrij succesvolle marketing agency die ik run voor specifiek makelaars. Dat is echt een niche die ik in 2020 ga domineren. 2019 ook al heb gedomineerd, maar nu ook nog meer ga domineren, zeg maar. En in omgeving in het Westen hebben we heel veel klanten. Dus wat eigenlijk was, is ik ga even een verhaaltje vertellen van deze klant, daar werken we nu al een jaar mee. En zij waren uitgenodigd om naar hun kantoor te gaan, omdat ze gaan uitbreiden met meerdere kantoren in omgeving Scheveningen. En wat we wilden doen is, we hadden ons goed voorbereid. En ik zeg we, want ik praat over een compagnon van mij, Kaho. De meeste van jullie kennen hem als de fulltime coach. En ook de persoon die alle campagnes regelt voor mijn bedrijf For Your Success Media. En in ieder geval waar het op neerkomt is, wij waren goed voorbereid en wij gingen onderweg. We hadden een treinrit gepakt van ongeveer 2 uur, 2,5 uur. Richting Scheveningen, zeg maar. Daar aangekomen hadden we een Uber genomen. Rustig daar naartoe gegaan. Alles voorgepland. Alles goed neergezet. Het gesprek begon. Goed gesprek. Uiteindelijk heel veel goede dingen af kunnen leiden, zeg maar. Van wat zij willen. Hoe zij willen groeien. Waar zij naartoe willen. En ook wat wij willen als bedrijf zijnde. Besloten dat we gewoon de aankomende periode nog verder gaan knallen. Alles nog beter gaan neerzetten. En om uiteindelijk in februari te kijken. Of hoe we dingen, zeg maar, nog meer gaan neerzetten voor die andere kantoren. En in ieder geval waar het op neerkwam is, ik had daadwerkelijk een hele grote les geleerd tijdens dit gesprek. En dat besefte ik ook toen ik, zeg maar, deze video wou gaan maken. Ik wou eigenlijk een hele vlog maken en ik had zelfs een video gemaakt. Introductie voor een vlog, zeg maar, waar ik jullie mee wou nemen. In mijn enthousiasme compleet vergeten om die vlog te maken. In ieder geval, ik dacht, ik maak even een video over die trip. Want het was een hele leerzame en leuke trip, zeg maar, voor wat dat betreft. Dus waar het op neerkwam is, we hadden dat gesprek en uit dat gesprek kwam uit dat we eigenlijk heel goed bezig zijn, dat we goed op weg zijn. Maar naar mijn mening, ik was tevreden, maar het schoot me te binnen van oké, het gaat goed, het gaat de goede kant op. Alleen, hoe kunnen we dit nog beter neerzetten? En waar het uiteindelijk uitkwam is dat we gewoon verder gaan en dat alles gewoon goed zal staan. Alleen dat, naar mijn mening, qua sales en qua structuur en qua andere zaken gewoon beter kunnen, omdat zij gewoon de beste partij willen worden in die omgeving die werkzaam is daar. Dus de lesje die ik heb geleerd is dat comfort iets is waar mensen continu naar zoeken. Oftewel, wij als mens zijn dus zoeken continu naar comfort. Wij willen altijd gemak hebben. Waarom? Als je denkt aan de piramide van Maslow, bijvoorbeeld. Dat het eerste wat mensen willen is veiligheid. We willen veiligheid. We willen veiligheid hebben van eten. Veiligheid hebben onder ons dak. En dan pas kunnen we onszelf vergroten of onszelf verbeteren. En ons eigen identiteit eigenlijk vergroten als we zekerheid hebben van veiligheid. Pas als je dat hebt, dan pas kun je denken van, oh, ik ga groeien, ik wil uitbreiden, et cetera, et cetera. Maar als je dat niet hebt, wordt het ook heel moeilijk. Maar in ieder geval, wij als mens zijn continu, ons onbewustzijn is continu op zoek naar, oké, is het veilig, is het goed, gaat het goed, is het niet zo, et cetera, et cetera. Maar wat je moet durven denken en wat je moet begrijpen, is dat als je continu, excuus voor dat kan gebeuren, als je alles raw aan het doen bent. Als je dat continu aan het doen bent, als je alles continu in de comfortzone aan het doen bent, is het prima. Maar de grootste risico die aan het loopt is dat je stagnatie doet van de activiteiten die dag in dag uit doet, zonder ook maar te evalueren van hoe gaat het of hoe gaat het niet. Daarom zeg ik ook dat het altijd heel belangrijk is om met je klanten één keer per maand een gesprek te hebben. Of dus een gesprek via Zoom of een gesprek in persoon. Heb een gesprek met ze om te kijken of het vooruit gaat en om jezelf ook scherp te houden. Dus aan het einde van elke maand heb ik ook met mijn klanten altijd een gesprek om te kijken van, gaan wij vooruit? Doen wij de dingen goed? Past het ook bij jullie? Doen jullie ook de dingen die wij verwachten, zeg maar, van jullie, dat die ook goed gaan? Of gaat het gewoon compleet de verkeerde kant op? Als het de verkeerde kant op gaat, moet je iets anders doen, anders gaat het niet goed komen. En dat heb ik ook tegen deze partij gezegd van, kijk, het gaat goed, maar ik wil het nog beter hebben. Ik wil het nog strakker hebben, ik wil meer van jullie, ik wil meer content hebben, ik wil meer allerlei zaken wil ik allemaal hebben, zodat wij nog meer kunnen gaan schalen voor jullie en jullie de beste partij kunnen maken. Want dat is waarom je met mij in zee gaat. Met mij ga je niet in zee als je zomaar iets wilt doen. Met mij ga je in zee als je de beste wilt worden. En als je niet de beste wilt worden, genoeg andere partijen die ook niet de beste willen worden, dus ga lekker met hun werken. Snap je? Dus het gaat erom dat je beseft hoe wij als mensen in elkaar zitten. Dus wij zitten in elkaar dat wij continu naar de comfort aan het zoeken zijn.
En wat je moet doen is tevreden zijn en terugkijken op wat je hebt behaald. En trots zijn daarop. Uiteraard trots zijn, want dat is ook belangrijk, zodat je niet continu vooruit gaat kijken. Maar ook beseffen dat het beter kan en moet. Ja? Als je die mindset hebt van het gaat goed, maar het kan nog beter. Dat is zo'n, en ik moet dan een Engels woord gebruiken, indestructible, oftewel onverwoestbare mindset die je dan hebt van ik ben goed bezig, ik weet dat ik goed bezig ben. Maakt niet uit hoeveel complimenten mensen geven dat wij goed bezig zijn, dat we zichtbaar zijn, dat we andere dingen hebben. Het moet beter gaan. En dat heb ik zo ook verteld. We zaten aan de tafel en misschien dat ik nu even een... misschien dat jullie dat dan hebben gezien, zeg maar, in de post die leidt naar deze video. We zaten aan tafel en ik heb ze gewoon duidelijk stap voor stap uitgelegd wat we gaan doen, wat de stappen zijn en wat we moeten doen. We hebben dat allemaal genoteerd. Nu zijn we keihard actief bezig om dat allemaal in gang te zetten voor hun. Om er zeker van te zijn dat alles goed gaat lopen en de goede kant op gaat en omhoog gaat. In plaats van dat het gaat stagneren en dat we niet vooruit gaan. Dus dat is een beetje wat we met hun hebben besproken. En dat is nogmaals wat ik aanraad om voor jou uit deze video te halen is, heb elke maand, als je dat nu al niet hebt, een strategiegesprek met je klanten. Wat ik daarmee bedoel is gewoon een simpel gesprek via Zoom, via Skype of eventueel in persoon, wat voor jullie het makkelijkste is, te hebben en te evalueren van vraag hun, wat doen wij, wat kunnen wij beter doen? Wat vinden jullie goed aan ons? Wat vinden jullie slecht aan ons? Wat kan beter? We willen beter worden. En die mindset gaat ervoor zorgen dat klanten jou gaan waarderen. Want ze zien dat jij er alles aan doet om hun de beste resultaten te leveren en om de beste te worden. En als je dat doet, als je die mindset hebt, dan zullen mensen dat respecteren. Want ze zien dat jij voor hun door het vuur gaat. En dat is de mindset die ik al sinds het begin heb, mensen. Dus je moet grijpen, je moet vanaf het begin al eigenlijk gewoon een mindset hebben die onverwoestbaar is. En die mindset die je kan hebben die onverwoestbaar is, dat is in zekere zin gewoon dat jij hun vertelt en ook met acties laat zien dat jij er alles aan doet om die resultaten te behalen. Mijn team doet dat. Mijn team doet er alles aan dag in dag uit om die resultaten voor al die partijen te behalen. En dat raad ik je ook aan met jou, of eventueel als je al een team hebt, te behalen. En ervoor te zorgen dat je dat ook gewoon in jouw bedrijfscultuur, zeg maar, neerzet. Zodat niet alleen jij, maar ook je werknemers erachter staan. En je alles eraan gaat doen om de beste resultaten voor je klanten te halen. Want die betalen uiteindelijk je maandelijkse lasten. Die betalen uiteindelijk je maandelijkse kosten. En die zorgen ervoor dat je financiële vrijheid krijgt. Dus besef dat even. Zorg ervoor dat je dat allemaal goed hebt staan. En nogmaals, als ik al zei, een aantal punten die je in kort samengevat uit kan halen uit deze video. Is zorg ervoor dat je niet stagneert. Weet hoe het menselijk brein werkt. En dat we continu op zoek zijn naar comfortzone. Om met het minste werk het meeste resultaat te behalen. En als je dat weet, dan weet je ook dat je daarop kan inspelen. Door te begrijpen dat het goed gaat. Maar dat het nog beter kan. En dat je stappen moet gaan zetten. Dat is het eerste. Ten tweede, het lesje die ik ook heb geleerd, is evalueren met je klanten elke maand. Als je dat niet doet, weet je niet of je naar je doel toe gaat of naar je noordelijke ster gaat. En als je dat niet doet, dan weet je ook niet of je vooruit gaat. Dus als je niet meet of je naar je doelen gaat, dan weet je ook niet of je het behaalt. Dus weet welke doelen je wilt behalen. Weet welke stap je wilt gaan maken om daar naartoe te komen. En hou dat elke maand bij met je klanten om te evalueren. En wees kritisch op jezelf door hun gewoon de vraag te stellen van wat vinden jullie goed aan deze samenwerking? Wat kan beter in jullie ogen? Wat doen wij goed? Wat doen wij verkeerd? Wat zouden jullie anders willen zien? En waar kunnen wij aan werken? Want wij willen continu beter worden als marketing agency of als persoon zijn of iets anders zijn. Ja, dus begrijp de comfortzone. Weet dat het altijd beter moet. Begrijp hoe het menselijk brein werkt. Weet dat ook als jouw klanten dat zeggen of als jouw klanten iets zeggen, dat je gewoon elke maand een strategiegesprek moet hebben om te evalueren hoe het gaat, anders weet je niet of je vooruitgang maakt. En tot slot wat ik jullie wil zeggen is, heb de meeste gesprekken via Zoom. Dat maakt het gewoon stukken makkelijker dan te reizen daar naartoe. Voor ons was het ook een stukje reizen, maar uiteraard deze klant is gewoon een hele grote klant van ons en heel belangrijk. Dus voor wat dat betreft maak ik graag de tijd om naar hun toe te gaan. In het geval dat het een andere klant is, maakt het niet zoveel uit. Heb het via Zoom. Zorg ervoor dat je, nadat je ze hebt gesigned, elke maand een strategiegesprek inplant. En wanneer je die strategiegesprek weer hebt, weer een nieuw tijdstip inplant voor een nieuw strategiegesprek. Zodat het staat, zodat je er gewoon klaar voor bent. En zodat je direct kan beginnen voor wat dat betreft. Dus in ieder geval mensen, dit was het voor deze YouTube video. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken van deze YouTube video. Dit was de laatste video van deze week. Dus we hebben 3 video's geüpload deze week. Dat is de eerste keer eigenlijk in een hele lange tijd dat ik 3 video's in een week heb geüpload. Maar ik hoop dat jullie het heel interessant vonden voor wat dat betreft. Deze trip voor mij was enorm, enorm waardevol. En ik leer altijd van alles voor wat dat betreft. Hoop ik ook dat jullie dit ook iets van hebben opgestoken. Laat me weten in de comments of je deze video interessant vond. Laat ook zeker een like achter en subscribe op deze kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Dankjewel voor het kijken van deze video. En ik zie jullie graag in de volgende video die waarschijnlijk volgende week zal komen. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Werk ze, crush it, keep on crushing it. Hoop dat je iets hebt opgestoken van deze tips. En voor nu wens ik je een fijne dag. En ik zeg tot gauw. Ciao.